Zo, ik wilde graag beginnen met de presentatie, als jullie willen gaan zitten graag. Welkom, de laatste loodjes voor vandaag, laatste paar presentaties. Vandaag een presentatie over standby en syncing. De versus hadden we ook weg kunnen laten, want we vergelijken de twee producten niet helemaal met elkaar. Maar we willen ze wel graag beide technieken aan jullie zien. Nou, wie gaat dat laten zien? Dat ben ik, Bart. Ik moet ze naar de hand betalen voor dit klappen. En Arnoud die komt zometeen mij aflossen. Die doet het tweede deel. Ik heb het makkelijke deel en hij heeft het moeilijke deel. Wij werken beide voor Lesterius in Nederland. Nou, en jullie weten dat we eigenlijk alleen maar filemaker doen, hosting, training en add-ons maken. Goed, met filemaker 14 heeft filemaker een nieuwe feature geïntroduceerd, standby server. En daar heb ik me een beetje in proberen te verdiepen. Wat is het nu? Wat geeft het je voor mogelijkheden? Je hebt van Klee al het een en ander erover gehoord, maar daar had ik even niet op gerekend. Maar ik ga het toch nog even vertellen. Standby server geeft je de mogelijkheid om een reserve filemaker server in te richten, die taken kan overnemen op het moment dat jouw gewone server het niet meer kan. Dat kan in twee situaties. Dat kan als je onderhoud wil plegen aan je filemaker server en je wil dat mensen nog steeds in je databases kunnen blijven werken. Dus je database moet online blijven. Of als er een calamiteit is met je filemaker server. En waarom zou je dit optuigen? Later laat ik zien wat de voor's en tegens zijn. Eigenlijk omdat je zo kort mogelijk uit de lucht wil zijn. Je wil dat de klanten of je eigen gebruikers, je mensen, continu in filemaker kunnen blijven werken. Dus je uptime moet zo hoog mogelijk zijn. Wat doet het? Het zorgt ervoor dat je databases die je hebt draaien op je FileMaker server continu gebackupt worden naar een andere FileMaker server. Die standby server, zoals ze dat dan heten, dat is niet een operationele FileMaker server. Dus je kan er niet op inloggen. Het is wel een FileMaker server, er komen bestanden op, maar je ziet hem niet in je hostlijst verschijnen van, oh, ik ga daar even naartoe. En van welke techniek maakt de standby server gebruik? Van de progressive backups. En daar zit hem natuurlijk ook een van de, nou ja, zeg maar, gevaarpuntjes waar ik zo even op terugkom. De besturing vind je niet terug in de admin console, helaas. Ik begreep van Klee dat er wel in gaat komen ergens in de toekomst. Op welke versie zei die er niet bij? En dat betekent dus inderdaad dat je via de console het allemaal moet gaan instellen. Niet moeilijk, maar wel een extra level van aandacht. Wat is het niet? Het is geen automatische setup die je maakt. Op het moment dat je die switch van die server wil maken voor een stukje onderhoud, moet je dat zelf initiëren. En op het moment dat je server in de brand vliegt en je wil dat die tweede server het overneemt, dan moet je daar wel iets voor doen. Het gaat niet automatisch. En dat was een van de opmerkingen waar Klee het ook over had, van nou, misschien kunnen we in de tijd ervoor zorgen dat dat wel automatisch gaat. Hè? Maar de huidige functie van standby server, je zou het misschien 0.5 kunnen noemen, dus even gelijk met de WebDirect 1.0 en 2.0, eigenlijk zou je deze op 0.5 versie kunnen zetten, want ja, heb je er wat aan. Hè? Het is ook geen exacte kopie van je filemaker server. Hè? Het is een tweede filemaker server die steeds backups krijgt om te hosten. En je kan het dus ook niet gebruiken als een stukje load balancing voor je traffic tussen twee servers. Want die tweede server is gewoon, hij draait, maar je kan hem niet zien. Hij is niet operationeel op dat moment. En uiteraard, het is geen oplossing voor backups. Je normale backup-schema's blijven gewoon nog steeds, ja, essentieel, zou ik haast willen zeggen. Ja? Dus de progressive backup is puur ter ondersteuning van de standby server. Wat zijn de voorwaarden? En daar wordt het opeens een stukje minder interessant. Je hebt namelijk exact dezelfde hardware nodig voor je server. Dus als jij een redelijke server hebt opgetuigd, met toeters en bellen, cores, weet ik veel wat allemaal, dan moet je dus een identieke machine neerzetten, tweede als standby server, om het mogelijk te maken deze setup in te richten. Het is niet helemaal duidelijk hoe strikt ze daarin zijn. Daar zijn ze een beetje vaag over. Als je de diverse
techneuten daarover hoort, dan zeggen ze van ja, het moet exact gelijk zijn, maar wordt nooit echt helemaal vastgelegd. Maar aantal processoren, geheugen, uiteraard de versie van het OS. Je kan niet zeggen van ik pak één Windows 2012 server en een Mac Mini als standby dingetje. Dat gaat dus allemaal niet op. Ze moeten op hetzelfde netwerk zitten. Kan ook nog een extra bezwaar zijn, hè, maar anders werkt het niet. Je moet dezelfde indeling hebben op die server. Van je backup directories, de paden die gedefinieerd zijn. Hè, dus de directories waar FileMaker van gebruik maakt, moeten exact hetzelfde zijn ingericht. Zelfde poortinstellingen. Je kan niet de ene op poort 80 zetten en de andere op 8080 of nog een andere poort. En je hebt SSL-certificaten nodig om het goed te doen. En die heb je dan wel voor alle twee de machines nodig. Want ze hebben feitelijk een ander IP-nummer. Ja, dus je hebt, het is niet zo dat de een de ander vervangt. Ja, wel als FileMaker server, maar de machine zelf heeft natuurlijk een ander nummer. En je hebt natuurlijk wat techniek. Je hebt wat kennis van de techniek nodig om het in te richten en om het te bedienen. En het voorstel is ook binnen een organisatie, als je zoiets optuigt, dat je een soort emergency sheet maakt van wat zijn de stappen die je moet doorlopen als er inderdaad een server in de brand vliegt. En hopelijk dan die tweede niet. Want anders kan je nog niet overstappen. Nou, standby server kan voor twee doeleinden gebruikt worden. Ik had het al gezegd, om een stukje onderhoud te doen op je FileMaker server, zodat je naar een andere overstapt. Dat noemen ze switchover. En dit zou zo'n situatie kunnen zijn. De groene is de primary server. Daar zit op iedereen op ingelogd met zijn clients. En die tweede, de oranje, kleurt iets minder oranje hier als op mijn beeldscherm. Die staat feitelijk gewoon klaar. En bedenk dus, afhankelijk van je progressive backup instellingen, krijgt die standby server continu backups van de hoofdserver. En daar kan je een interval voor instellen. 5 minuten, 10 minuten. Hoe langer de periode is. Hoe meer data je feitelijk kwijt bent, als die situatie ook daadwerkelijk gebeurt. Bij een switchover valt dat mee, want dat is iets wat je gaat plannen. Dus dan ga je zeggen, nou ik doe dat in de avonduren, ik zorg dat de gebruikers uit de database gaan, ik doe de switchover, ik kan rustig mijn onderhoud doen, hè. Dan kan je zeggen, nou ik ben even 5 minuten of 10 minuten bezig met de vervanging van het overstappen van server A naar server B, dan kunnen de gebruikers er weer in. Nou, hoe werkt dat? Je sluit... Eigenlijk wordt de procedure, als je het goed wil doen, zou zijn dat je de database in ieder geval even op pauze zet of de database sluit. Je gaat het commando geven om de switchover te doen. En daarna kunnen de gebruikers naar de nieuwe server. En de grap is dat de clients weten dat ze ook naar die andere server moeten. Ze hebben dus feitelijk alle twee de servers in beeld. En de switchover, je hoeft dus aan de clientkant niks te doen om dat te regelen. En dus dat... Sorry? Nee, FileMaker regelt dat eigenlijk helemaal zelf bij het openen van het bestand. Op het moment dat jij dus een bestand opent vanaf de primary server en er is een standby server ingericht, dan krijgt hij eigenlijk die informatie van dat IP-nummer van die standby server, krijgt hij automatisch mee de client. En dus stel dat jij in een crash situatie zit, waar je dus niet keurig de gebruikers zou kunnen afmelden, dan doet hij dus automatisch een reconnect als die andere weer online is. Dat is wel heel mooi. Uiteraard werkt dat alleen met 14 clients. Hè, want dat is... Ja, dat is een goeie. De URL met het IP-nummer, dat zal niet werken. Maar als jij dus in je host dialog gaat kijken naar de bestanden die gehost worden, dan zie je, het is lokaal netwerk, dus je ziet meteen die anderen in de lucht komen. En als de client dus, als je dus de database nog open hebt en hij verliest dus de verbinding omdat je die switch maakt, dan zal die, als die andere in de lucht is, met een reconnect automatisch openen. Dat kan, ja. Het wordt niet aangeraden, maar zeker niet bij een switchover, omdat het controleerbaar is. Hè. Je doet een stukje onderhoud. Dan is het natuurlijk beter om dat wat gestructureerder te plannen. Zeker omdat je natuurlijk ook zeker wil zijn dat de laatste versie, dat je progressive backup heeft gelopen op het moment dat je die switch maakt. Anders verlies je ook weer data. Nou, de andere is natuurlijk de situatie waar het echt misgaat. En ik hoop dat het niet gebeurt, maar het kan gebeuren. Je server is helemaal uit de lucht.
dan moet je nog steeds iets doen. Het gaat niet automatisch over naar de nieuwe server. Maar op dat moment wordt feitelijk die standby server wordt een gewone FileMaker server. Want er is geen wisseling van die twee gedaan. Er is er gewoon één niet meer. Dus er is geen standby server meer daarna. Dat betekent wel dat je na deze situatie weer een nieuwe setup moet gaan doen. Je moet je server gaan vervangen. En je moet er dus weer voor zorgen dat je een primary en een standby server situatie inricht om daarna een andere calamiteit weer te kunnen voorkomen. Dat is maar te hopen dat je dan nog dezelfde configuratie kunt bestellen op dat moment. Maar goed, dat zijn zo van die dingetjes. Het voordeel van dit verhaal is dat je geen extra server license nodig hebt, want hij is niet in de lucht. Je hebt niet extra clients daarop zitten. Het is gewoon een extra licentie die feitelijk zit te wachten tot die mag werken. Client 14's doen automatische reconnect als het nodig is. En, deze heb ik er vandaag bij getypt, Clay heeft me wat verteld, dat er dus echt, en jullie ook, als je goed geluisterd hebt, zijn ze met toch wel veranderingen bezig en nadenken hoe ze dit kunnen uitbouwen, deze techniek. Dus ik ben heel benieuwd wat daar gebeurt. Helemaal mooi zou het natuurlijk zijn dat het een soort hot backup wordt. Hè? Dat die maakt niet uit dat je feitelijk geen data verliest. Tenzij misschien de client die nog geen commit heeft gedaan. En nog mooier zou het zijn als je een stukje load balancing, hè, dat je twee servers hebt die alles gaan doen. Ja. Ja. Ja, dat is zeker mogelijk. Nee, ze hebben daar geen directe restricties voor. De andere overweging zou kunnen zijn, als je natuurlijk een grote klant hebt met serieuze gevirtualiseerde servers, dan zouden ze natuurlijk ook images, snapshots kunnen maken van een server. En dan kan je misschien hetzelfde mee bereiken. Ik heb dat aan Clay gevraagd, als je een serieuze goede configuratie hebt met genoeg RAM en alle specs die eromheen zitten, dan zou dat misschien nog wel eens beter kunnen zijn als het optuigen van dit. Maar omdat je dan gewoon echt die image gewoon één keer weer online gooit. Je hebt natuurlijk altijd wel dat tijdens het maken van de snapshot FileMaker even gepauzeerd wordt. Goed, als dat 's nachts gebeurt en er zitten geen of nauwelijks gebruikers in, is dat misschien minder erg. Goed, hoe richt je nou zoiets in? Nou, je begint uiteraard met die twee servers die je koopt en zorgt dat ze zo gelijk mogelijk zijn of gevirtualiseerd. Uiteraard op beide FileMaker server. In de meeste gevallen zorg je ook dat op beide servers de bestanden al staan, maar dat is geen must. Dus mocht het daar al op draaien, dan sluit je op alle servers de bestanden. Maar in ieder geval op de primary server natuurlijk. In de command line interface ga jij een opdracht geven om het in te gaan stellen, de standby server, waarbij je het IP-nummer van de standby server moet invullen. Die genereert een code, een sleutel. En op die standby server moet je dat eigenlijk bevestigen. Hè, moet je dus eigenlijk er een pair van maken dat het wordt ingesteld, zodat hij hem accepteert. Dan voor de zekerheid zorgen dat de bestanden gesynct worden. Hè, dus dat je de laatste versie van je backups, of van je progressive backup, hè, dat die draait. En dan heb je een situatie waarin beide servers draaien. Uiteraard moeten de bestanden nog open. Maar dan heb je dus die setup. Op het moment dat je iets verandert aan deze configuratie, moet je wel opnieuw dit instellen. Hè, dus... Het kan ook breken. Hè? Als er opeens een IP-nummer wisselt, dan heb je een probleem. Maar goed, het is geen ingewikkelde operatie om te doen. Je moet het in de command line doen en dan functioneert het. Links is de hoofdmachine en rechts is de standby server. Dus de groen, net zoals in betekent je zo net, de groene is de actieve server en de oranje, rood, bruin, vies, is...
Ja, maar dit is alleen tijdens de setup, hè? Dus je moet zorgen dat de connectie wordt gemaakt. Je wilt deze sluitbestanden hier in dit scherm. Dus puur voor het instellen van het verhaal. Puur voor het instellen? Nee. Nee, op het moment dat je die, dat laat ik je hier niet zien, maar dat is een vergelijkbare situatie. Hè? Dus je hebt ook een command line voor de switchover. En als het mis is gegaan met de server, dan heb je de mogelijkheid om je standby server de gewone FileMaker server te laten worden. Ja, het is puur voor het inrichten van het verhaal. Sorry dat ik daar niet duidelijk in was. Ja. Ja. Ja, dat zei ik al. Want als je 2 jaar verder bent, moet je wel hopen dat je het zelf dan nog kunt. Virtueel maakt het misschien handiger, maar ja, welke virtuele configuratie krijg je na 2 jaar? Die is misschien ook alweer veranderd en geüpdate. Ja. Nou ja, goed, dat ligt misschien aan hè, doe je het zelf of heb je een provider die dat voor je doet, biedt die nog dezelfde inrichting? Durf ik je niet te zeggen. Nee. Nee. Nee, en als je ook navraagt, dan zijn er eigenlijk, tenminste, ik heb het bij onszelf in de company gevraagd, maar ook bij Douglas. Volgens mij wordt het nog niet echt gebruikt, maar. Nee, nee, want het is een enorme. Ja, je moet 2 machines doen en. Ja, die. Ja, nee, ja, ja. Nee, 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 nee. Nee, er is een hele interessante presentatie geweest van Wim de Korte tijdens de DEFCON. Daarvan heb ik dit ook een beetje meegelezen. En er is ook nog een webinar van FileMaker. Die is ergens in mei dit jaar volgens mij uitgekomen. Die kan je downloaden. Dat ding van Wim de Korte is alleen als je zelf bij de DEFCON bent geweest. Kan je die bekijken. En uiteraard heeft FileMaker de nodige documentatie erover. Maar het blijft, vind ik persoonlijk, een beetje. Nou ja. In de mist, in die zin van ja, weet je, het is best een complex om het op te. Je hebt die configuraties nodig. Ja, maar goed, dat is het vervelende. Ze zijn niet helemaal duidelijk in. Ze zeggen inderdaad, het moet hetzelfde zijn, maar of je daar nog een zekere afwijking kunt permitteren. Kijk, ze zeggen zelf van doe het niet, want dan weet je zeker, dan kunnen we niet garanderen dat het goed gaat. Maar ik weet niet hoe ze dat technisch doen. Ja, ja. Overigens, deze setup werkt ook als je een aparte WebDirect, dus een webserver eraan hangt. Heb je geen 4 machines nodig? Gelukkig. Puur als je kijkt om de FileMaker server, dan heb je dus 2 FileMaker servers, 1 webserver. En die webserver die moet je dan natuurlijk wel even opnieuw de config doen om hem dan naar die andere. Dus dat werkt ook. Ja? Als je nog andere vragen hebt over de technologie, graag even aan het einde van de sessie, want dan kan Arnoud zijn verhaaltje doen over syncing. Maar ik denk persoonlijk dat de komende jaren we echt nog wel ontwikkelingen zien op dit vlak die ons meer zekerheid en meer features geven over de standby server. En misschien gaat het allemaal anders heten. Ja? Dankjewel. Zo beter. Dat klinkt. Ja, en dan een andere techniek die op een of andere manier er wel iets op lijkt en toch ook weer niet. En dat is het synken van 2 servers of meer met elkaar. We hebben 2 praktijkvoorbeelden die wij afgelopen jaren tegen zijn gekomen. De eerste is een geval waarbij we een organisatie hebben die in Nederland en in Portugal actief is.
gaat om een bedrijf dat citrusplanten kweekt in het zuiden van Portugal. En via Aalsmeer, of in de buurt van Aalsmeer, worden die planten verhandeld over heel Europa. Dus ze gaan met trucks van Portugal naar Nederland. Vrijwel dagelijks, hangt een beetje van de periode van het jaar af. We hebben daar een server voor gekocht. Ze deden het voorheen nog met Excel en dat wilden ze graag automatiseren. De orders komen in Aalsmeer binnen en moeten dus opgepakt worden in Portugal. Het probleem was echter, hier een plaatje van de kwekerij in Portugal. Het begint met kleine plantjes, met stekjes. En dan staan de planten zo 4-5 jaar daar in de zon. Eerst nog even in de kas en dan gaan ze naar de zon. Totdat ze groot genoeg zijn, dan zijn ze ongeveer zoiets. Gaan ze in de pot en dan in een kar richting Nederland. Het probleem is dat deze locatie vrij afgelegen ligt. Het ligt een kilometertje of 15 van Albufeira af. Dus vlak bij de kust, maar tussen de bergen. Er is geen vaste internetverbinding. Ze hebben wel een straalverbinding, maar die gaat naar een huis van een van de medewerkers die een kilometer of 5 verderop woont. En vanaf daar gaat het via een of andere oude gammele internetverbinding naar een wat betere verbinding. Maar internet is daar niet echt super. Dat geldt ook enigszins in Nederland. Daar zit ze wat beter, maar echt hele goede verbinding hebben ze daar niet. Dit zijn trouwens de karren waar de planten op gaan. Een aantal voorbeelden van verschillende rassen van planten. Het was dus niet mogelijk om die server op één locatie te installeren en vervolgens vanaf twee kanten te gaan werken met dezelfde data. En toen kwam de vraag van de klant van, nou kun je niet zorgen dat er twee servers geïnstalleerd worden en dat die gaan synchroniseren met elkaar. Nou, ik heb lang geprobeerd om het tegen te houden, ik zag het niet zo heel erg zitten. Maar uiteindelijk was er echt geen andere mogelijkheid dan toch iets met sync te gaan doen. En dat hebben we, even de randvoorwaarden opgesteld. Nou, ten eerste moeten we inserts aan twee kanten kunnen doen. Orders worden aan de ene kant ingeschoten, moeten aan de andere kant eruit komen. Maar ook updates van die orders, die worden dan weer in Portugal gedaan, moeten weer in Nederland terechtkomen. Deletes, er wordt soms ook wat data verwijderd, ook dat moet netjes verwerkt worden. Dan, ik liet het net al even zien op dat eerste plaatje. Deze. Ik heb die rode lijnen erbij gezet. En wat je dan ziet is dat Nederland en Portugal in andere tijdzones zitten. Daar kom je wel achter als je daar naartoe gaat. Maar als je dan met die server lekker aan de gang gaat, dan kom je er nog een keer tegen aan. Want je gaat timestamps synchroniseren. Opeens zie je daar iets geks. Je data blijft heen en weer pingelen. Nou, totdat je erachter komt, oh ja, we zitten in een andere tijdzone. Dus dat moeten we ook even ondervangen. En we hebben ook te maken met containervelden. Zij zeggen, ja, containervelden, is dat zo moeilijk dan? Ja, want het eerste wat ik heb gedaan was gebruik maken van SQL om te gaan constateren of er verschil is in data. Zijn er records in Nederland die naar Portugal moeten? Zijn er records in Portugal die naar Nederland moeten? Maar dan kun je mooi met een import en een export vervolgens een set van data gaan maken, die via een bestand overzetten en dan weer importeren. Maar die imports en die exports die ondersteunen geen containervelden. Dus daar moet je weer een andere oplossing voor gaan verzinnen. Die bestandjes moet je per stuk over gaan zetten. En die moeten aan de andere kant weer opgepakt worden. Nou, we hebben het draaiend. Eigenlijk zochten we nog naar een goede of een betere oplossing. Inmiddels synchroniseer dit dus. Dat gebeurt één keer per 5 minuten ongeveer. Dan wordt er even gekeken of er wat nodig is. Draait een paar minuten en dan zijn beide servers weer up-to-date. Maar toen kregen we een tweede case. En toen moesten we gaan synken op de Noordzee. Wel drijvend, maar wel synken ook. En okay. Het duurde even. Ze moesten drijven, blijven synken. Dat gaat over een bedrijf dat diensten verleent aan de offshore-industrie. Er staan allerlei boorplatforms op de Noordzee. Dit bedrijf levert diensten in de vorm van mensen en materiaal die daar naartoe gaan om inspecties te doen. Ze klimmen de boorplatforms in om te constateren of alles nog goed is, of
koel niet aan de rotten is, of er geen dingen loszitten. Ze duiken naar beneden om te kijken of de boorplatformen nog goed op de poten staan. Er worden ook bijvoorbeeld laswerkzaamheden onder water gedaan. Er worden van die afstandsbestuurbare robots naar beneden gestuurd, waarmee ze reparaties kunnen doen en inspecties. En die, waar het bij deze organisatie allemaal om gaat, en de applicatie die we gebouwd hebben, dat is certificering. Al het materiaal, of het nou om een duikhelm gaat, een pak, een duikfles, zo'n duikboot, alles moet gecertificeerd worden volgens nationale en internationale normen. En die schrijven voor dat bijvoorbeeld een duikfles elk half jaar geïnspecteerd moet worden op druk. En elk jaar moet die ook weer geïnspecteerd worden, maar dan op een andere druk. En daar zit een hele handel aan administratie achter. Maar die schepen gaan dan met containers voor soms een paar weken, maar soms ook een half jaar of een jaar de zee op. Blijven daar voor een project bij zo'n boordplatform of een aantal boordplatforms hangen. En in die tussentijd verlopen die certificaten. Dus dat betekent dat de medewerkers die aan boord zitten, in die periode zelf ook nieuwe certificaten moeten maken. Ze moeten weten welke tests moet ik uitvoeren op welk materiaal, wanneer verloopt het certificaat en ik moet nieuwe certificaten maken. Die moeten vervolgens weer gesynchroniseerd worden met de wal, want daar houden ze het hele administratieve proces in de gaten. En toen kwamen we eigenlijk aan versie 2 van het SYNC-verhaal. We hadden dezelfde voorwaarden, inserts, updates, deletes, verschillende tijdzones. Zodra je op de Noordzee zit, zit je officieel al in een andere tijdzone. Maar die schepen kunnen ook verder weg komen te liggen. Binnenkort gaat er een schip naar Zuid-Afrika. Dan zit je misschien nog redelijk in de buurt, maar je weet nooit waar ze terecht kunnen komen. En dus ook in verschillende tijdzones. Containervelden, herhalende velden, durf ik bijna niet te zeggen, maar ook die zitten erin. En toch vind ik het heel verantwoord, dat is een andere discussie. Maar dan komen we met een ander probleem. We hebben ook te maken met verschillende versies van de applicatie. We zijn namelijk aan het doorontwikkelen. En als die schepen een half jaar de zee op gaan, dan hebben wij intussen al nieuwe versies ontwikkeld. We kunnen niet een update doen van de versies die op die schepen staan. We zouden het graag willen, want dan moeten we er met een helikoptertje naartoe. Maar zover gaat het nog niet. We doen de updates op de versie die aan de wal staat. En op het moment dat het schip terugkomt, dan krijgt hij zijn nieuwe versie van de applicatie. Dan hebben we op zee te maken met zeer instabiele verbindingen en smalle bandbreedtes. Als je kijkt op internet, dan wordt je van alles beloofd, heel snelle bandbreedtes. De praktijk is dat het flut is. Bandbreedtes zijn zo en ze vallen regelmatig uit. Dat heeft ook te maken met dat die schepen continu gericht moeten zijn op de satelliet om internet te kunnen ontvangen. En op het moment dat ze achter het boorplatform liggen, omdat ze daar aan het werk zijn, kan zijn dat ze net geen zicht hebben op de satelliet. En dan zijn ze zomaar een paar dagen uit beeld. Ik heb net nog even gecheckt waar het schip op dit moment ligt, waar onze testserver op draait. En bleek dat hij dus inderdaad 2 dagen op een plek heeft gelegen waar hij geen verbinding had. En ik keek net nog eventjes en toen zag ik dat hij zo'n 100 kilometer verder inmiddels alweer was. Dus gewoon even 100 kilometer geen dekking gehad. Dan wat de klant ons al vertelde, was dat de IP-adressen voortdurend wisselen op zee. Nou, dachten we, oké, daar kunnen we nog wel een mouw aan passen. Dan gaat die server op zee gewoon periodiek even zijn IP-adres mailen naar de wal. En dan, als die een keertje verandert, dan passen we wel weer aan. En toen we pas een test gingen doen, toen bleek dat die IP-adressen vaker dan 1 keer per minuut wisselen. Geen idee waarom. Het was ook niet in dezelfde reeks, het was van alles en nog wat. Je kan het uit gaan zoeken, maar daar hebben we gelijk mee gestopt. En we hebben zegt heel beperkt remote toegang tot die servers. En dat heeft te maken met dat die schepen gehuurd worden van een rederij. En die zegt, het is mijn netwerk, je mag hier best je server opzetten, maar ik ga niet zomaar allemaal poortjes openzetten. Een andere reden doet dat misschien wel, als je dat in een contract afsluit, maar weer een ander weer niet. Dus je weet niet waar je aan toe bent. Dat maakt het heel moeilijk om dus vanaf de wal connectie te kunnen maken met die servers op het schip. A vanwege het IP-adres en B vanwege de poorten. Dus dat moesten we gauw vergeten. En toen hadden we zelf nog een eis bedacht.
als we dan iets met Zinker gaan doen, dan willen we een small footprint. We willen niet onze applicatie op alle mogelijke manieren aan gaan passen, omdat we ook nog eens een keer gaan Zinker. Die applicatie is al complex genoeg. En als we ook veldnamen moeten gaan aanpassen, tabellen moeten gaan toevoegen, hele sets aan velden en calculaties toe moeten gaan voegen, daar hebben we geen zin in. Nou, we zijn gaan kijken naar een aantal bestaande sync-oplossingen. Sync is hot sinds we iOS-devices hebben. Er wordt gesynct tussen je telefoon en een server. En de laatste tijd hoor je ook steeds vaker dat er gesynct wordt tussen servers en dat er tools voor zijn. We hebben er een paar op een rijtje gezet. Er zijn er vast meer. Maar dit zijn de belangrijkste die ik zo even kon vinden. Dus EasySync van Tim Dietrich. MiroSync van 360works. Sync Server Pro van SyncDeck. En GoSync van Seedcode. We hebben even de belangrijkste eisen die wij op basis van deze case wilden stellen aan het synken hebben op een rijtje gezet. Footprint. We willen zo min mogelijk invloed op de applicatie zelf. We willen graag open source. In die zin dat wij zelf het syncproces aan moeten kunnen passen, omdat we niet weten waar we nog tegenaan gaan lopen. En als wij optimalisaties aan dat syncproces moeten gaan toevoegen, dan moeten we niet afhankelijk zijn van de leverancier die zegt van ja, dit is wat het is en wacht maar tot er een nieuwe versie komt. Dus het moet open zijn. En we willen support voor het doorontwikkelen. Dat betekent dus dat als we op de host aan de wal een veldje toevoegen, dat daar het syncproces niet van mag leiden. Sterker nog, dat als we uiteindelijk een veldje ook toevoegen op de remote server, dat we niet een hele procedure door moeten om dat ene veldje ook te laten synken, dat moet vanzelf gaan. Nou, small footprint. Hebben we naar EasySync gekeken? Nee. Daar moet je echt behoorlijk wat aanpassingen aan je applicatie zelf doen en je datamodel. Dat kun je geen small footprint noemen. Overigens, dit is geen waardeoordeel over deze syncprocessen, maar voor ons liepen we hier toch tegenaan. Open source. MiroSync en Sync Server Pro zijn geen open source. Het zijn tools die je installeert op je server. Moet je vervolgens allerlei wizards door en dan wordt er het een en ander gegenereerd. Moet je knippen plakken. En nou ja, dan gaat het wel werken, maar je hebt geen invloed op hoe die scripts worden ontwikkeld, hoe het syncmechanisme precies werkt. Je bent afhankelijk van de leverancier. En dan ten derde, support voor development. Kun je wijzigingen doen zonder een hele procedure uit te voeren? Nou, ook daar liep het stuk. Wat blijkt, je moet voor elke wijziging die je doet opnieuw een hele set aan tools gaan bouwen. En nou, daar zitten we niet op te wachten. Dus, terug naar die randvoorwaarden. Kunnen we hier dan zelf een oplossing voor bedenken? Eigenwijs is dat we zijn, dachten we dat we dat wel konden. Het is gelukkig ook gelukt. Dus. Wat hebben we gekozen voor technieken? Insert, updates en deletes. We hebben gekozen voor SQL. Gewoon SQL binnen FileMaker kan alleen een select aan. Je kan geen inserts, geen deletes, geen updates. Dus we hebben een plugin gebruikt. Nou ja, onze eigen plugin, omdat we die het beste kenden. Maar een andere SQL plugin zou ook kunnen volstaan. Verschillende tijdzones. Nou, daar hebben we ook wat voor omhanden. Dat is de UTC timestamp. Dan kan de server bepalen wat zijn universele timestamp is. Containervelden en herhalende velden. Ook die kunnen we met de DoSQL plugin eenvoudig mee synchroniseren. Het verbaasde me eigenlijk dat dat zo soepel ging. Het is gewoon als een veldje die je synchroniseert en geen enkel probleem. Dan verschillende applicatieversies. Dat betekent dat we voortdurend moeten uitlezen van wat is het datamodel. Welke tabellen hebben we, welke velden hebben we, welke velden gaan we met elkaar matchen. Nou, er zijn binnen FileMaker, dat kun je trouwens ook met gewone SQL of een select statement doen, kun je deze twee tabellen uitlezen. Die hoef je niet aan te maken, die zitten al in FileMaker. En het zijn FileMaker tables en FileMaker fields. Als je je opvraagt, krijg je keurig een lijst met de velden en de tabellen die in jouw applicatie zitten met de kenmerken erbij. Dan instabiele verbindingen en smalle bandbreedtes. We hebben gekozen om kleine queries te maken. Als je namelijk een hele grote query maakt, die staat een kwartier of een half uur of misschien nog wel langer te draaien,
En halverwege valt die verbinding weg, dan loop je het risico dat je de volgende keer weer van voren af aan moet beginnen. En dat je dus ja, misschien wel dagen bezig bent om een keer die hele set in één keer verwerkt te krijgen. Dus we hebben ervoor gekozen om eerst een select statement te doen, waarbij we een lijst met sleutels krijgen. Dit is wat er gesynct moet worden van A naar B. En vervolgens record voor record synchroniseren met een SQL statement. Elk recordje wordt gecommit. Mocht het proces ergens afbreken, hebben we in ieder geval de eerste records gecommit. En de volgende keer pakken we het weer op waar we gebleven waren. Ja, die wisselende IP-adressen en geen remote toegang tot de servers. Ja, dat is een kwestie van als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. En dat betekent gewoon de remote of de sync software op de schepen installeren. Hadden we liever niet gehad, hadden we het liever aan de wal gehad, dan konden we daar vandaan sturen. Maar ja, ik kan echt niks anders bedenken dan die software gewoon op de schepen te installeren. We hebben de software in ieder geval zo ontwikkeld dat dat een kwestie van 5 minuten is van omzetten. Je definieert alleen een andere host en een andere remote server. Vervolgens gaat hij zelf de tabellen uitlezen, vergelijken, maakt daar automatische queries van en voert die queries uit. Ja, en dan die small footprint. Hoe krijgen we dat ook nog voor elkaar? Nou, dat is een apart verhaal. We ontkomen er niet aan dat we wel iets aan onze applicatie moeten toevoegen, wijzigen, maar zo min mogelijk. Per tabel maken we gebruik van UUIDs. Nou, dat is niet al te schokkend. Je hebt sowieso te maken met records die aan beide kanten gegenereerd worden. Als je met serial numbers werkt, dan ga je daar heel gauw de mist in. Dus voor de meeste mensen zal het al een gewoonte zijn om UUIDs te gebruiken. Dat is niet spannend. Voor de rest de UTC timestamp, waarmee we dus zorgen dat een mutatie op de ene server en op de andere server, ook als ze in andere tijdzones zitten, dezelfde timestamp krijgen. Nou, dat is ook niet al te schokkend. En een delete flag, die hebben we wel nodig. We kunnen namelijk niet zomaar ongegeneerd records weggooien, want dan zien we geen verschil meer tussen een situatie waarbij een record op de ene server is weggegooid en op de andere nog bestaat. Of op de andere is gegenereerd en op de andere nog gegenereerd moet worden. Dus in plaats van records direct te verwijderen, vlaggen we het recordje af en gaan we daar nog iets mee doen. We markeren dat record totdat we gaan synken en het syncproces zorgt voor de verwijdering. Er zit nog een klein addertje onder het gras, dat ga ik zo meteen vertellen. De vierde aanpassing die we doen is dat we in de comments van de velden een toevoeging doen. De sleutel die markeren we in de comments met een code die we zelf bedacht hebben, sync key. En de UTC timestamp die noemen we sync comp en de delete flag sync del. Daarmee hoeven we dus ons datummodel niet aan te passen, hoeven we veldnamen niet aan te passen. Er mag ook een bestaande comment in staan. We zetten er alleen een stukje tekst bij en nadat het datummodel is ingelezen, checken we deze comments, daar is ook een mooie functie voor, en weet het systeem dus automatisch, dit is de sleutel, moet ik op gaan vergelijken, dit is de timestamp, ik kijk wat de meest recente is, dit is een vlagje voor deleten. En we hebben nog een aanpassing nodig, want die UTC timestamp, dat werkt fantastisch, maar het probleem is dat, als je weet hem al, nee, want dat hangt af van hoe dat is ingesteld. Als die server zijn tijd van het internet afhaalt, dan zou dat wel kunnen zijn, maar over het algemeen wisselt die niet. Maar het probleem zit erin dat als een gebruiker iets muteert in het systeem, dan moet die timestamp netjes bijgewerkt worden. Maar als het syncproces mutaties gaan doen, dan moet het niet gebeuren. Want dan wordt elke mutatie weer een nieuwe mutatie. Ja? Dus als hij iets kopieert, dan moet hij de oude timestamp die hij gevonden heeft, moet hij daar ook opslaan. En dan mag hij, dat is een wijziging, maar die mag niet leiden tot het bijwerken van de timestamp. Daarvoor hebben we dus in een tabel globals, die over het algemeen ook wel aanwezig is, of voorkeuren, of hoe je hem noemt, een veldje. En dat is een switch. Die switch die zegt van, ja, deze sessie mag de timestamp updaten, of nee, deze mag dat niet. Het enige wat het syncproces doet, is die switch uitzetten, zegt van, alles wat ik nu ga doen, blijf van die timestamp af.
En dan hebben we nog een paar andere comments bedacht. Eentje is een exclude. Of we zeggen, bepaalde velden zijn echt serverspecifiek. Die moeten niet gerepliceerd worden. Kunnen we die bij de comments markeren als sync exclude. En eentje die we er nog bij gaan krijgen is een redirect. Stel dat je een veldnaam verandert, maar je wilt nog wel synken met de oude veldnaam remote, dan moet script weten dat die twee velden toch bij elkaar horen. Nou, redirect. Ook weer in de comments. En dan moet het syncproces dat gaan snappen. Die delete flag zit ook nog een verhaaltje achter. Want het is natuurlijk leuk als je dat recordje vlagt. Als je gaat synken. En dat het syncproces het record verwijdert. Maar ik werk op dit moment met twee servers. Er gaan binnenkort 8 servers de zee op. En het kan best zijn dat 2 servers dus inmiddels al gecommuniceerd hebben, want een derde, een vijfde en een zesde pas volgende week gaan communiceren. En die weten dan pas dat de records weg moeten. Dus ja, moeten we daar nou weer mee? Even denken. Nou, valt ontzettend mee. Wat hebben we gedaan? We hebben een tabel gemaakt waarin we vastleggen, deze tabel, dit UUID is vervallen. En alle records die gevlagd worden, die worden daarin opgeslagen. Tenminste, het sleuteltje en tabelnaam. En vervolgens gooien we gelijk de records weg. De volgende keer dat een server zinkt, zeggen we welke tabel hebben we nu. We kijken even of er een UUID is die nog in onze lijst staat. Zo ja, gooien we hem weg. En dat betekent dus dat een server gerust een half jaar uit de lucht mag zijn. Dat gaat straks ook wel gebeuren, want als een schip, er is geen werk. De server komt terug van zee, gaat er op de plank, staat een half jaar te stoffen, moet er dan weer uit, gaat zinken en dan moet hij vanaf dat moment gewoon weer netjes oppakken. Dat gaat ook allemaal goed. En het gevolg is dat, dat we deze situatie hebben. Die servers die gaan nu één voor één contact leggen met de wal. Dat is niet zo heel goed te zien hier, maar dat is in Den Helder. Het enige waar we nog even op moeten letten is dat die servers niet allemaal tegelijkertijd aan de gang gaan. Want dan krijgt die host het erg druk. Dus daar gaan we nog iets voor bedenken. Dat ze eerst een call doen naar de host en zeggen van, mag ik synken? En als die host dan zegt van, nou nu even niet, even te druk. Probeer het over een uurtje nog een keer. Dat die server gewoon even wacht. Maar zover zijn we nog niet. Dat is een volgende stap. De grote vraag, is dit eng? Wat zou er één kunnen zijn? Je kunt conflicten krijgen met updates en deletes. Want stel dat je 2 wijzigingen hebt aan 2 kanten. Wat moet je dan doen? Sync-oplossingen hebben daar over het algemeen allerlei ideeën en trucs voor. Namelijk, laat het zien aan de gebruiker en dan moet die kiezen. Of je neemt de meest recente, of je laat de host prevaleren boven de remote. Allemaal opties, maar in dit geval hoeven we ons daar eigenlijk niet zo heel erg druk over te maken, want het gaat om het materiaal. Dat materiaal staat aan wal of het zit op zee. Een duikpak is hier of het is daar. Dus mutaties op één record tegelijkertijd, de kans erop is klein. En als het gebeurt, gaan we echt de gebruiker daar niet mee vermoeien. We hebben gewoon een standaard oplossing. De meest recente timestamp die wint. En dat zal in 99 van de 100 gevallen gewoon de goede zijn. Dus echt eng hoeven we daar niet van te worden. Dan het wegvallen van die verbinding tijdens het zinken. Ja, dat kan gebeuren. Nou, dat hebben we ondervangen door allemaal kleine queries uit te laten voeren. En de commit die legt het uiteindelijk vast. Breekt die af, dan is het jammer. Pakken we het volgende keer wel weer op waar we gebleven zijn. Is ook echt eng? Nee, is het ook niet. Dan controleerbaarheid van de mutaties. Ja, er zitten allerlei dingen in jouw server te vroeten en dingen weghalen, dingen aanmaken. Klinkt heel eng, je hebt er geen zicht meer op. Dat is zo. Maar je kunt in ieder geval iets doen met logging. En natuurlijk het allerbeste remedie, testen. Testen, testen, testen. Dus is het eng? Nee, maar het is wel spannend. Het is heel spannend, het is leuk. Het is een van de leukere projecten die we doen. Misschien wel de leukste. En zoals net al gezegd, de oplossing is testen. Dus testen, 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 testen.
En nog een keertje testen. En nog iemand laten testen. Totdat het klaar is. Zijn er nog vragen? Wat zei je? Nou, dat hoeven we niet te simuleren, dat gaat vanzelf. Nee, we hebben eerst gewoon in een testomgeving, gewoon in een lokaal netwerk, gezorgd dat het syncproces goed verloopt tussen meerdere servers. De volgende stap is om het een keer op zee te brengen. Nou, dan loop je er tegenaan dat zo'n IP-adres veel vaker flipt dan verwacht. Op het moment dat dat syncproces op het schip het initiatief neemt, hebben we daar helemaal geen probleem meer mee, want het IP-adres aan de wal is gewoon vast. Als die ook gaat flippen, dan is er iets anders aan de hand. En dat IP-adres van het schip voortdurend wisselt, dat is dan geen probleem meer. We kunnen overigens, dat is dan wel mooi, met TeamViewer nog wel redelijk de servers overnemen, ondanks die wisselende IP-adressen. Vandaag lukte het niet, vanwege de slechte verbinding, maar als je een keer even wil kijken, het duurt een paar minuten, maar dan heb je verbinding. En dan kun je in ieder geval controleren of het proces loopt, of gekke dingen aan de hand zijn. Je kunt zelfs een server nog wel herstarten. Dus wat dat betreft hebben we niet heel veel last van. Daar ligt hij op dit moment. Een kilometertje of 40 uit de kust van Vlieland, Terschelling. Dus hij doet het. Ja. Yeah. Server met server. Ja. Nee. En op de andere server zie je dan gewoon. Ja, die sessie blijft gewoon hangen. Ja. Gelukkig wel. Ja. Daar was nog een vraag, zeg ik iemand. Dat redirect commentaar, dat moet dus, dat maken jullie in Den Helder, zeg maar, ja, op de server. Maar, ja. Dus, en dan moet het naar de andere kant, ja, toe. En dan kun je pas een andere veldnaam. Ja, dus dat betekent dat die server remote eerst contact moet hebben met de wal, maar dat moet hij sowieso. Die kijkt van, klopt het datamodel allemaal nog? Zijn er wijzigingen? En die leest ook die redirect uit. En vervolgens leest hij dat in, bouwt erop zijn queries en gaat die uitvoeren. Ja? Nee, want je wil een veldnaam veranderen, want daar gaan we het over. Ja, klopt. Maar dat doe je aan de wal. Ja. Maar dat kun je ook via die SQL. Nee, we veranderen hem niet op afstand. We zeggen alleen van, we hebben nu het veldnaam veranderd, maar je moet blijven synken met de oude veld op de remote server. Nee, zo vernuftig is het nog niet. Ja? Ja. De vraag is van die UTC timestamp, die is op zich een mooie oplossing, alleen die servers die kunnen na verloop van tijd wel eens toch wat af gaan wijken, omdat ze gebaseerd zijn op hun eigen tijd. Hebben we daar last van? Liever niet, dat klopt. Maar ook hiervoor geldt dat als dat een paar minuten afwijkt, dan is dat in dit geval nog niet zo'n probleem. Omdat de kans dat er mutaties zijn op één en hetzelfde record binnen die paar minuten, die is mogelijk nul, zeg. Ja. Ja. Daar hebben we nu nog het oude syncproces lopen. Daar gaan we. Ja, de vraag is van, maar in Portugal dan? Want daar is het kritische. Daar wordt veel vaker gemuteerd, dat klopt. Daar hebben we nu nog het oude syncproces lopen, maar dan gaan we ook over op deze methode. Omdat we namelijk gewoon van buiten af daarnaast kunnen zetten en kunnen zeggen van, kijk maar naar die twee servers en bepaal maar wat voor queries je moet gaan uitvoeren. We moeten dat wel in de gaten gaan houden. En het is wel belangrijk dat die timestamps regelmatig gecontroleerd worden.
Dat zouden we eventueel ook nogal automatisch kunnen doen. Dat hij opvraagt van wat is je timestamp nu? En als hij ziet van hé, daar zit een groot verschil in, dat hij een signaal zou geven. Maar het zijn wel dingen om op te letten.